Yo mensen, Groen van DNBNL met een nieuwe video voor jullie. Vandaag ben ik hier met een team vol met wenkjes. Dan zal je vast afvragen, Koen, wat voor team heb je dan gemaakt? Nou, een team die 4-1 verliest in de Europa League finale. Arsenal, wenkjes. Oké, misschien heeft gisteren Liverpool al verloren met 5-1 van Spurs. En ja, is het van Koen, je bent nu echt een mogel. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Mensen, ik ga vandaag een potje spelen met Arsenal. Arsenal, echt, kijk. Mark, ik weet dat je hier boos mee gaat maken. En misschien 2,5 Arsenal-fan ook. Nee, Arsenal heeft volgens mij best wel fans. Dit is volgens mij wel gewoon een prima club. Gewoon een leuke club. Jammer dat ze gewoon tantoe slecht zijn. Maar echt al fucking lang echt tantoe slecht. En elke keer hebben ze weer hoop en zo. Maar ze zijn zo slecht. Ik zat die Europa League finale te kijken. En ik dacht echt van, waar de fuck ben ik naar aan het kijken? Dat dacht ik gewoon. Doe zeker een duimpje op deze video, mensen. Ik heb wat leuks. Ik heb namelijk de winnaars uitgezocht van de video. Mijn pack opening video waar ik zei dat ik voor elke team die ik packte een winnaar uit ging kiezen. De eerste winnaar zie je nu in beeld. Nick Kastelein, gefeliciteerd. Oh, wacht, je volgt me niet op Instagram. De lul. De andere 5 winnaars komen nu. En nu in beeld. Gefeliciteerd, van harte gefeliciteerd. Wil je 20 euro PSN winnen bij deze video? Volg me op Instagram, Koen, K-O-E-N. Ik ga een potje spelen met dit team. Ik ga laten zien dat je er wel mee kan winnen. Want ja, ik ga gewoon winnen. Op het moment dat ik een potje win, geef ik 20 euro weg. Oké, zit in divisie 1. Heel nice. Super blij mee. Echt heel blij mee. Met een team vol met wankers. Echt, ik zweer het je. Mijn hele DM staat vol met wankers. Ik weet ook niet waarom, maar vinden mensen leuk. Okay, let's go. Dus mijn eerste tegenstander. Yes! Yeah! Oh! Hij heeft geen team vol met wankers en ik wel. Het was wel die flinke poezel op mijn edde. Trouwens, mensen, bij mijn vorige video zeiden jullie, want ik had geen lampen toen op mijn kop. En toen zeiden van, Koen, nu lijk je echt mijn ginger. Ja, wil je allemaal even je bek houden? Dankjewel! Ik ga winnen. Ik voel het. Ik ga gewoon deze mensen helemaal afmaken. Het ding is gewoon, ik vind FIFA spelen met dit soort tyfus, ik op zijn recht wel lachen. Ah, kut tyfus. Haal hem neer, die vent. Haal hem neer. Nee. Ja, echt leuk. Ik bedoel, dat ik het echt super leuk vind. Leuk spel. Echt leuk! Obama. Wie is dit? Denis Suarez. Ik weet niet eens die bij Arsenal speelde, man. Jezus. Loop eens even mee dan, Kolasinas. Goed. Voorzet. Goal. Boom. 1-1. Tuurlijk. Heerlijk. Ik kan het wel. Kijk, Arsenal zo dat gemoed er gewoon mooi aan. Hallo. Gebeurt er nog iets? Ja, dank u. Heerlijk. Boom. Oh, hij loopt met zijn keeper. Een wanker. Het is een wanker. Hij past eigenlijk wel goed in mijn team. Het is een wanker! Oh! Ah. Mensen, ik heb uiteraard nog wat troeven. Ik heb bijvoorbeeld Lacazette op de bank. Die kan al wat, heb ik genomen. Dan gaat Son. Nee! Socrates, jongen. Oh, mijn god. Oké. Het mooie is, ik ben ook al over deze gast. En dan toch gaat hij proberen te scoren, mannetje. Mensen, op het moment dat jullie dit zien, is de Champions League finale geweest. Ik ga je nu vertellen hoe die gegaan is. Het is vrijdag dat ik het opneem, maar niet uit. Liverpool komt op een 1-0 voorsprong. En op een 2-0 voorsprong. En op een 3-0. Dan wordt het 3-1. En dan wordt het nog 3-2. En dan blijft het bij. Het wordt 3-2 van Liverpool. Ja. En Van Dijk gaat scoren. Met de kopbal uit de corner. Of vrijtrap. Nee. Corner. Van Dijk scoort de 2-0. De 1-0 zal wel door die harige. Oh, wat een goal! Salah gemaakt worden. Wat een wereldgoal. Wie is dit? Jezus, Iwobi. Jongen, die viel goed in. Na 1 minuut. Die maakt ook een wereldgoal. Oh, die jongen echt. Oh my god. Hij maakt weer een wereldgoal. En in de finale ook. Oh my god. Is dit coincidence? I think not. Kunnen die bijhouden. Oh ja. Boom. En dan staat hij bij het spel. Omdat hij Welbeck ervoor loopt. Want die vent kan helemaal niks. Jawel. Die Welbeck. Ja, je ziet het niet vaak. Want die is gewoon op FIFA even slechts in het echt. Trouwens, Arsenal fans. Voor jullie die kijken. En denken van, Koen, je bent een klootzak. Klopt. Maar daarnaast ook van. Ja. Ja. Zijn het Arsenal shirt aan? Hé. Hij heeft gewoon het Arsenal shirt aan in mijn tegenstander. What the fuck. Koen, nu pas achter. Lol, het is een Arsenal fan. Wenke. Oh, wat mooi. Stel je voor, je speelt in een Arsenal kit. Dan heb je veel beter team dan je tegenstander. Die een Arsenal team heeft. Wat echt absolute wankers zijn. En dan verlies je ook nog. Mensen, ik hoop zo dat ik in beeld kom tijdens de Champions League finale. En dat ik dan het wanker dingetje kan doen. Dat zou echt mijn droom zijn gewoon. Ik vind ook gewoon, mensen, dat komend seizoen. Als jij naar een voetbalclub gaat. Terwijl ik hier de 3-2 score. Of 3-1 score. Want ik ben echt heel goed. En je gaat naar je plaatselijke voetbalclub. Dit moet gewoon een nieuwe emoticon worden. En iedereen moet het gewoon doen. En er gaat gewoon iemand van jullie komen die in beeld komt. En dat is gewoon fantastisch. Ja, dat is gewoon rustig fantastisch. Tikkie door, jongen. Ik ben aan het spelen, jongen. Het is niet normaal. Hoppakee, boom. Wat is dit nou? Buitenspel? Je dikke moeder? Wat dacht je daarvan? Ben je buitenspel? Kijk maar eens nog een keer mee, jongen. Poepspel. Ah, nog een keer. Kijk maar eens nog één keertje. Jongen, jongen. Dit is echt niet kan schieten. Want er staat Tsjech op goal. Die is de laatste wedstrijd verloren. Ik vond het wel mooi dat Giroud scoorde tegen Tsjech. Want als dat 4 jaar geleden was gebeurd, dan hadden de hele andere fans lopen juichen. Want toen speelde Tsjech en Giroud bij de andere clubs, zoals je weet. Ja.
Oké, leuk feitje, Koen. Wauw, vertel meer feitjes. Oké. Oh, boom. Ha, wat een klote doelpunt. 4-1. Waarom lied is deze dan niet? Ik ben echt al over hem. Ah, dat bedoel ik. De groeten. Mensen, de eerste 20 euro kaart is een feit. De eerste 20 euro kaart is een dikke, vette feit. Wist je dat als je je vinger door de kaars haalt, weet je wel, door een brandende kaars, krijg je ook feit op je vingers. Jezus, ben ik goed. Godsamme. Oké, mensen, zijn we dan? Hey, hallo, kap eens even. Ik zie dat hij Rijkaard heeft. Dat betekent dat hij een icon heeft in zijn team. Die banden zonder Rivaldo. Oh, ik heb zijn team wel gezien. Ik heb wel een soort van gekeken, maar toch ook niet. Maar maak allemaal geen reden uit, want ik ga winnen. Winnen in mijn hart, winnen in mijn ziel. Winnen. Ik ga naar Marco Borsato, mensen. Ik heb er zin in. Zin in. Lekker naar Marco Borsato. Zin in. Ik heb er zin in. Wat? Ja, de vorige kwam ook weer 1-0 achter. Godverdomme. Ik zei dat die geen icons had. Dat helpt heel veel mee. Kom op, winnen. Winnen. Kom op. Jezus. Oh, dat gaat weer helemaal slecht. Ik win 1 potje gelijk. Matchmaking 3x3000. En nu kan ik het niet meer. Verlies je. Hoe verlies je, broer? Fucka, broer. Oh, joh. Het is echt heel triest, want echt niks werkt meer. Ja, het is echt heel slecht. Ha! Geintje. Nou, 2-0. Oh, leuk. Leuk spel. Win een keer. Nee, verlies gewoon weer. Goed. Lekker, man. Hoppa. Lekker voor je. Haha. Gaan we. Kom, Iwobi. Dat doe ik ook in godsnaam Iwobi tegen allemaal icons. Er staat helemaal nergens op. Nou, is hij weer kwijt. Kies je niet. Boom. 1-1. Oh, binnenkant paal. Dikke. Pech. Ja. Je dacht dat ik wat anders ging zeggen. Nee. Dikke pech gewoon. Boom. Ah, staat die dikke Van Dijk weer. Ah, kom, pak hem aan. Ja. Wat doe je? Nee, weg. Dank u. Ah, lekker Özil. Je bent, hoeveel reed het? Tering hoog. Oh, dat was het. Dit is echt een schietent bij mij. Kijk nou even. Ah, waarom doe ik dit? Waarom sla ik in godsnaam om mijn bureau? Waar slaat het op? Oh ja, mijn bureau. Ha! Leuk! Tanto grappig! Boom! Ah, klote! Oh, het ziet er niet goed uit. Ik heb even een klein kijkje genomen, mensen. Onder mijn muismat. Ik kan je vertellen, het ziet er niet goed uit. Ik zou je de ernstige beelden besparen, maar... Oh, wat slecht. Een pingel, wat onterecht, maar wat lekker. Wat een onzin. Wat een ongelofelijke onzin. Maar wel lekker. Oh, hij blijft staan. Oh, dikke pech. En nu wordt het toch wel vervelend. Deze bal had er toch wel in gemoeten eigenlijk. Als ik toch nog iets van deze wedstrijd had willen maken. Kak. Dikke, vette poep. Goed. Boom. Schijt. Kijk, hier had je wel een pingel voor kunnen geven. Ik vind er meer een pingel dan die vorige. Suarez, Luis. Ah, dat is niet Luis. Ah, jammer. Halve goal. Boom. Oh, ja. Mijn speler springt onder de bal door. Ah, hij staat niet zo vrij erachter, gelukkig. Aan de andere kant. Nee, mooi dit. Salah, die is niet zo snel ook, gelukkig. Ben ik ook blij mee. Haha, lekker voor. 2-0 achter. Ja, een beetje triest wel eigenlijk. Loop diep nu. Gaan. Ren. Sneller dan Alexandro. Goed. Voorzet. Corner. Uitstekend. Meer corner niet uithalen. Dit is een 100% doelpunt. Nee, weer niet. Gaat weer onder de bal door. Lekker. Kom op, tweede helft. Ah, heeft Ibra ingebracht. Leuk. Vind ik leuk om tegen te spelen. Dus dat vind ik weer lachen. Een eer. Een eer ook om tegen een speler als Ibra te kunnen spelen. Oh, hij gaat voortjes geven voor Ibra. Dat is origineel. Ja, daar gaan we dan. Torreira. Niet te stoppen. Hoppakee. Daar gaat... Oh, wordt toch wel een klein beetje ingehaald. Maakt niet uit. Die is well back. Die kruipt naar binnen. En je paast dan zo naar de andere kant naar Iwobi. Dit is een wereldbal. Ho. Ah, kut. Naar well back terug. Jawel, back. Oh. Oh, wat is hij slecht. Oh, kut. Ik verneuk het. Ho. Ja, Iwobi. Boom. Oh. Jammer. Het is wel een spannende pot dit, hoor. Ik hou het bijna niet meer. Boom. Oh, zieke omhaal. Jammer. Boom. Goal. Heerlijke omhaal van Aubameyang. Heerlijk. 2-1. Kom op. Let's go. Ik voel mij ook meer schoten deze gast. Ik ben gewoon beter, want ik ben een fucking legend. Get on my level, enemy. Tegenstander. Oftewel. Wenger. Oh. Auba. Boom! Bam! 2-2 en terecht. Heerlijk. 2-2, kom maar. Kom bij me zitten. Sla je arm om me heen.
Ik heb je gisteren verkracht. Nee, zo gaat het nummer niet. Zo gaat het nummer niet. Jongen, ik ben echt all over this guy. Ik zweer het je. Wat nou schiet er bij mij? Schiet er bij hem, broer. Nee. Ah, dit is echt een kutspel. Ja, ik doe even mijn berekening. Ja, het is echt een kutspel. Oh, 2 naar Ibra. Leuk. Oh, Ibra, leuk. Dit spel is leuk. Ah, leuk. Dit spel is echt leuk. Scheidje. Ja, ging al easy. Ah, lekker voor je. Wanker. Ging in een goede hoek staan. Gaat die via helemaal in. Ah. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vond je hem leuk? Vergeet zeker niet te liken. 20 euro gaat weggegeven worden door aan een van de mensen hieronder in de comments. Laat vooral je Instagram nou achter. Volg me op Instagram. Koen, K-O-E-N. En zie ik jullie graag bij de volgende video. Zodat je veel de volgende keer niks zegt. Doei! Later. Oh ja, wacht. Wil je nog meer van zitten? Kan. Klik hier om te abonneren. En dan kan je klikken en dat is leuk. Ik ga nu even 5 seconden wachten. 1, 2, 3. 6, 7, 8. Wauw, een vliegende video hoor. Oké, doei.